hou wel van die sporten die een beetje snelheid hebben. Dat het allemaal niet te tragisch langzaam is allemaal. Deze zit nog vaak naast. Voor het geval dat. Het handige is dat het allemaal uit het kleine tasje komt. Kijk, er zit nog van alles in de tas zelfs. Dit is de confetti van de winst van Tom Dumoulin in de Giro. Ja, bij bobslee zie je natuurlijk twee helmen of vier helmen en de bobslee. Maar dat kan weer spectaculair worden als ze op een kant gaan. Maar je kan ook een mooi beeld maken qua compositie. Je kan het meetrekken waardoor de snelheid in komt. Langs de baan heb je wel mogelijkheden. Je kan wel helemaal naar beneden lopen bij zo'n baan. Maar bij de start is dat zeer beperkt. Want je kan natuurlijk niet midden in die baan gaan liggen. Dat wordt een tragisch verhaal. En als je aan de zijkant staat, dan sta je toch onder een bepaalde hoek. Maar het kan heel erg mooi zijn voor de mogelijkheden die er zijn. En doe ik bij skeleton graag de start en bij het bobslee graag onderweg. Ik ben vorig jaar naar de World Cup wedstrijden gegaan in Winterberg. En daar heb ik Kimberly Bos gemaakt, die zich nu ook geplaatst heeft voor de Spelen in Pyeongchang. Dat was wel mooi, want daar zijn dan niet zoveel fotografen als op de Olympische Spelen. En zijn de mogelijkheden ook wat groter, dus kon je bij de starter iets beter voorstaan. Daar kan je dan zo'n mooi beeld maken dat op dat sleetje duikt, die benen zo omhoog sweep van achteren. En dat geeft wel een dynamisch beeld. Dit beeld is echt met een opdracht gemaakt, naar Winterberg tijdens de trainingen voor de World Cup gaan. Een Nederlands team volgen of een Nederlandse bobbers. Ik ga niet zo vaak met een vooropgezet plan ergens naartoe, want dan kom ik ergens en dan is het totaal anders. En dan ben ik de klus kwijt, want dan denk ik, ja, maar ik wilde dit maken, maar dat is hier helemaal niet. Wat moet ik nu gaan doen? Maar in dit geval dat je een reportage maakt hoe die bobbers omgaan met zo'n wedstrijd. En dat ze dus eerst die baan inspecteren en daarna de wedstrijd doen. Ja, dan is het redelijk logisch dat je dat gaat volgen. Het is wel doorwerken, er gebeurt een hoop, dat is ook het leuke. Je hoeft niet dagen te wachten voordat er weer eens iets gebeurt. Dus elke dag is het bingo. Dus ik vind het een leuke uitdaging elke keer weer.